gisteravond. Morgenochtend vergadert het Nationaal Actiecomité over de vraag hoe het verder moet met de ambtenarenacties. Het einde lijkt in zicht. Avacabo-voorzitter Jaap van der Scheur is op advies van de politie opnieuw ondergedoken. U hoort straks tweede voorzitter Hans Pont. In Dortmund bestaat de ultrarechtse supportersclub het Borussenfront. Agressie, haat en terreur met name tegen buitenlanders. U ziet een eigen reportage. En u hoort ook ons eigen politieke commentaar door Marcel van Dam. En dan het staatsvissersbedrijf in IJmuiden dat in particuliere handen dreigt over te gaan. Personeel, vissers en handelaren verzetten zich. De rechters worden overspoeld door vele korte gedingen. Meester Knoop Koopmans, vicepresident bij de Amsterdamse Arrondissementsrechtbank, geeft ongezouten kritiek op CDA-fractieleider Bert de Vries en het kabinet Lubbers. Maakt op mij soms de indruk dat de regering zijn gezag niet kan handhaven. En dan net als moeder die de kinderen niet weet te hanteren. Een beroep doet op straks komt vader of straks komt Sinterklaas of straks komt onze lieve heer. En die zal wel zeggen wat je doen moet. Dat is toch eigenlijk misbruik maken van de rechterlijke macht. Ja, rechter Knoop Koopmans hoort u uitgebreid aan het einde van het programma. Morgenochtend vergaderen de ambtenaren over de huidige situatie en over hoe het verder met de acties moet. Op het hoofdkwartier in Zoetermeer praat Joop Daalmeijer met de tweede voorzitter van de Avacabo, Hans Pont. Goedenavond, dit is Zoetermeer. Nu niet in een rechtstreekse uitzending zoals vorige week, toen we hier bij Avacabo jonge agrariërs op bezoek hadden met een aantal gierkarren. Deze opname hebben we eerder gemaakt, zodat tijdens deze uitzending het gebouw van Avacabo in Zoetermeer verlaten is. Tijdens de opname aanwezig de heer Pont, hij is vicevoorzitter van Avacabo. Meneer Pont, er is de afgelopen dagen nogal wat gebeurd in persoonlijke zin, zou ik zeggen. Uw voorzitter, de heer van der Scheur, is op nogal brute wijze bedreigd, bommeldingen enzovoort. Hoe komt dat op mensen hier bij Avacabo over? Nou, wij vinden dat buitengewoon storend dat mensen hun agressie richten op de persoon van de bondsvoorzitter. En men vergeet, geloof ik, dat wat de Avacabo doet, dat dat bondsbeleid is en dat dat gedragen wordt door niet alleen het hele bestuur, maar door alle kaderleden en leden die in actie zijn. En om je dus zo op de persoon te richten, dat lijkt mij absoluut de verkeerde weg. Heer van der Scheur is inmiddels verhuisd. Hij is ondergedoken. Zo noodzakelijk was dat? Ja, op advies van de politie is het overigens gebeurd. Het is niet zozeer zijn eigen wens, maar men ging zich ook richten op familieleden en op buren. En dat is natuurlijk buitengewoon kwalijk. En vandaar dat hij op verzoek van de politie heeft besloten om zich tijdelijk elders te vestigen. Nou, richten zich die boze reacties van mensen die zich benadeeld voelen door de acties zich niet alleen op mensen van de bondbestuurders, maar ook op individuele leden. Dat is bijvoorbeeld afgelopen nacht nog gebeurd in Delft. Het is ook in Rotterdam gebeurd. Daar moeten die mensen zich feestelijk door bedreigd voelen. Ja, dat voelen ze ook. En degene die op deze wijze onze mensen benaderen, zou ik willen adviseren om te proberen met de mensen in gesprek te komen. Doorgaans werkt dat verhelderend. Een andere manier van je afzetten tegen wat er gebeurt binnen de acties is een nettere, dat is naar de rechter stappen. Het is vandaag weer twee keer gebeurd, twee uitspraken. Eén in Rotterdam, die heeft u verloren, en één in Amsterdam, die heeft u gewonnen. Ja, dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Omdat er sprake is van een conflict tussen partijen. De werkgeverspartij, de overheid, en de werknemerspartij, de bonden van overheidspersoneel. En dat conflict los je niet op door Gods water over Gods akker te laten lopen, wat de regering in feite doet. Aan de conflictoplossing draagt men niet bij. En men speculeert erop dat er zoveel agressie onder het publiek optreedt, dat er zoveel schade door de acties zal ontstaan aan het bedrijfsleven, dat deze mensen vanzelf wel gedwongen zullen worden om zich via de rechter in kort geding te proberen hun recht te verkrijgen. En dan zegt de rechter, ja, de schade die wordt toegebracht, die is onevenredig. Dat is de uitspraak bijvoorbeeld in Rotterdam. Dat is de uitspraak in Rotterdam. En derhalve moet die worden beëindigd. Maar Amsterdam is het net omgekeerd. In Amsterdam is het net omgekeerd, ja. Maar goed, dat zijn de overwegingen van de rechter daar. Die vindt heel duidelijk dat het belang van de Avacabo zwaarder weegt dan het belang van de winkeliers.
Bovendien was die actie in Amsterdam ook iets anders, hè, dan in Rotterdam? Die was ook iets anders. In Amsterdam waren er meer vluchtwegen geboden voor de winkeliers zelf om hun eigen schade te beperken. En dat hebben ze nagelaten. En dat heeft volgens mij zwaar gewogen. Dat wil zeggen dat Amsterdamse winkeliers toch hun vuil, hun huisvuil of hun vuil van de winkels, kunnen deponeren? Als ze de moeite hadden willen nemen en ze hadden daar wat kosten voor over gehad, dan hadden ze de schade die ze nu hebben aanzienlijk kunnen beperken. Eerder in deze uitzending hebben we een kort fragment gezien van een langer interview wat aan het eind van deze uitzending zit. Met een van de vicepresidenten van de Amsterdamse rechtbank, de heer Knoop Koopmans. Die zegt dat er op het ogenblik misbruik wordt gemaakt van de rechterlijke macht. Vindt u dat ook? Ja, alhoewel ik het ook wel prettig vind dat op een gegeven moment de rechterlijke macht ergens over oordeelt. Het misbruik zit hem in feite hierin. Dat men erop speculeert dat de rechter op een gegeven moment wel de acties zal moeten verbieden vanwege de schade die de acties uiteindelijk veroorzaken. En dat leidt ertoe dat de regering stilzit, lijdelijk is en eigenlijk geen poging meer doet om het conflict op te lossen. En in die zin onderschrijf ik dus dit standpunt dat de regering misbruik maakt van de rechterlijke macht. Zo stil zit die regering natuurlijk niet, want inmiddels zijn de 3% wetjes ingediend. Ja, ze zit stil waar het gaat om het oplossen van het conflict. Ze zit natuurlijk niet stil bij het doordrukken van haar eigen beleid tegen een belangrijke stroming in de samenleving in. Als ik nou even 3 elementen uit de hele actie van de laatste dagen haal. Dat is op de eerste plaats indienen van de 3% wetjes. Dat is de druk die op individuele leden en op bondsbestuurders wordt uitgeoefend vanuit de samenleving. En dat zijn die uitspraken van de kortgedingen die soms in uw nadeel uitvallen. Als ik dat nou zie in het licht van een vergadering die u morgen heeft met elkaar, de 4 centrales. Zet dat druk op die vergadering morgen? Ja, onherroepelijk. Omdat natuurlijk bij alles wat je doet op het gebied van het voeren van actie, het doel in de gaten gehouden moet worden. Is het doel bereikbaar? En als er natuurlijk pijlers onder je actie wegvallen, dan is de mogelijkheid om je doel te bereiken natuurlijk minder. En dat weegt natuurlijk mee als je oordelen moet over de vraag of acties door moeten gaan, verscherpt moeten worden, dan wel moeten worden afgelast. Die acties richten zich op 1984. Ja, dat is juist. Mag ik concluderen dat 84 en het proberen ongedaan te maken van de 3%-regeling bijna niet meer haalbaar is? Nu ons een aantal belangrijke actiemiddelen zijn ontnomen, komt natuurlijk de mogelijkheid dat we het doel bereiken steeds verder weg te liggen. Zal dat morgen ook de essentie zijn van het gesprek wat u voert? Het zal een belangrijk element vormen voor de discussie dan, ja. Gaat u daarmee ook naar de leden vervolgens? Wij hebben de hele week uitgetrokken in feite, want morgen is niet het enige gesprek wat we voeren, om met de leden de situatie te bespreken zoals die werkelijk is. En om te kijken of we in goed overleg met die leden tot een goede afgewogen beslissing kunnen komen. Na 84 komen de jaren 1985 en 1986... Er is geprobeerd een soort akkoord te krijgen, een 3-jaars contract tussen organisaties van ambtenaren en de regering. Dat is mislukt. Houdt dat in dat we volgend jaar, als het gaat over 85 en 86, opnieuw acties kunnen verwachten? Dat lijkt mij zeer aannemelijk. Als wij ons even verplaatsen in een situatie dat we voor 84 geen succes meer kunnen boeken, dan doet zich toch altijd nog de vraag voor wat doe je in 85 en 86. Als de regering volhardt in dit beleid van ongelijke behandeling, dan zal ze uiteraard ook dan weer stuiten op hetzelfde hardnekkige verzet als waar ze dit jaar mee te maken heeft gekregen. Meneer Pont, hoe ziet u de komende 2-3 weken in? Optimistisch. Niet zozeer voor wat het bereiken van resultaten voor 84 betreft, maar wel voor wat het omgaan van leiding en leden betreft. We hebben een zeer sterke organisatie, waarbij het vertrouwen tussen leden en leiding bijzonder groot is gebleken. En overal waar leden noodgedwongen een actie moeten beëindigen, horen wij als eerste reactie, volgend jaar kan je weer op ons rekenen. Meneer Pont, hartelijk bedankt. Ze noemen zich het Borussen Front en ze vormen een supportersclub van de Duitse eredivisie voetbalvereniging Borussia Dortmund. Ze wonen in het noorden van de stad Dortmund. Het is een fanatieke groep die zich niet alleen met voetballen bezighoudt. In de wijk waar ze wonen leven ook veel Turken en die moeten het er allemaal uit, vinden ze. Ze bedienen zich van ultrarechtse, om niet te zeggen neonazistische leuzen en schuwen daarbij het geweld niet. De politie van Dortmund houdt de groep sinds enige tijd scherp in de gaten. Enkele leden van het Borussen Front zitten al in de gevangenis na openlijke nazistisch optreden.
Afgelopen zaterdag speelde hun club een thuiswedstrijd tegen FC Köln. Achter het nieuws was dit weekend in Dortmund, zag een slechte wedstrijd, maar keek ook vooral rond in de wijk waar het Borussenfront opereert. U ziet een reportage van Jan van Loenen, Jan van den Berg en Hans van Paridon. Wir sind Borussenfront, wir sind für uns zusammen. Wir sind alle zusammen, sowieso immer, nicht nur bei Spielen und so. Wir haben eine gute Freundschaft, halten zusammen, prügeln uns zusammen, saufen zusammen, machen alle zusammen und die anderen, die... Ich bin auf jeden Fall gegen Ausländer, so gesagt. Ne? Hatte ich mit der Borussenfront zu tun, das hat schon immer, seit Kindheit auf. Oh. Da sehe ich so denken konnte, oh, gegen Ausländer habe ich immer was gehabt. Oh. Weiß auch nicht warum. Ist aber so. De Borsigplatz, een plein in het noordelijk deel van Dortmund. Van oudsher wonen in deze oude industriewijk de aanhangers van Borussia Dortmund. Maar de club en de supporters zijn in opspraak geraakt door het Borussenfront. Een organisatie met zo'n 40 à 50 ultrarechtse jongeren die, opgestookt door neonazies, een schrikbewind voeren. Er vinden regelmatig overvallen plaats op Turkse koffiehuizen en winkeltjes en buitenlanders worden gemolesteerd. Vroeger opereerde het Borussenfront vanuit dit café, Zum Grobschmidt. Maar deze thuishaven van de fanclub is vorige maand op last van politie en justitie gesloten. Het Borussenfront heeft inmiddels een nieuw stamcafé, de BVB-stube. De dagen voor en na de wedstrijden van Borussia Dortmund komt men hier samen. Also, dat was zo bij ons. Die ganzen blagen en zo zijn dan bij ons abgeflitst, wenn Schalke daar was en zo. Ne? En dan wollten we endlich mal einen vernünftigen haben. Vernünftigen Fanclub, die stehen bleiben, den alten Scheißer von Kölner und Schalke auf die Birne hauen und so. Und deswegen haben wir uns gedacht, die Besten sollten von Dortmund sollten nach reinkommen. Und dann haben wir, die Besten haben sich dann zusammengetan am Fanclub und haben uns Borussenfront genannt, damit wir den endlich mal auf die Fresse hauen können. Ja. Und weshalb hast du es eigentlich Borussenfront genannt? Wieso die Name? Kannst du das sagen vielleicht? Ja, wie sagen wir den Namen? Ja, weil wir immer vorne stehen. Weil wir die erste Reihe sind. Behalve vechten en steekpartijen met supporters van andere voetbalverenigingen richt het Borussenfront zijn agressie ook tegen buitenlanders. Vooral de Turkse bevolking moet eraan geloven. De snel toenemende werkloosheid en de verpaupering en verkrotting van de buurt wordt hen in de schoenen geschoven. Die versuchen in Deutschland zu regieren, also die Türken. Also ist so, wirklich. In Dortmund auf jeden Fall ist es sehr schlimm mit den Türken. Oder? Es gibt hier sogenannte Einkaufsstraße, ist das, ist die Brückstraße oder so. Und da versuchen, da haben die Deutschen gar nichts richtig zu melden. Oder? Also nur die Türken, kann man sagen, die haben da die Macht oder so. Oder? Und das stört mich ganz genau, ehrlich. Die sollen sich genauso benehmen wie alle anderen, ja, auch. Und dann stell dir mal vor, ist das auch in Ordnung. Ich oder sie kommen dann nach Türkei oder was und machen da irgendwie einen schief an. Wo hängen sie dann? Hängen sie dann am Baum oder was? Ja? So ist es doch, oder nicht? Ich bin dafür, dass die Türken alle rausfliegen sollten uns aus Deutschland. Die leben ja nur vom Kindergeld bei uns. Ne? Die machen dicke Kinder, ja, also ficken wie die Doofen, machen Blein und kassieren das Kindergeld. Und das Geld, das lassen sie nicht in Deutschland, das schicken sie in die Türkei, damit sie sich mal später dann ein Haus bauen können. Und das finde ich total blöde. Ich kann das halt nicht verstehen, so Leute. Ne? Aber ich weiß nicht, was man dagegen machen soll. Und was halten Sie davon? Ja, ich halte da gar nichts von. Ich meine, das macht den Namen des ganzen Fußballs kaputt. So Leute, das ist ja eine Minderheit im Stadion, vielleicht von 25.000 sind das vielleicht 20 Mann. Ne? Mhm. Man kann den Leuten halt auch immer nur wieder ins Gewissen reden und mehr kann man nicht machen. Was meinen Sie mit Gewissen? Ja, ich meine, man kann halt sagen, dass das nicht richtig ist. Und sind Sie traurig, wenn Sie wissen, dass solche Leute auf den Tribünen sitzen? Ja, was heißt traurig? Ich meine, das berührt mich schon ein bisschen. Ne? Und ich wäre froh, wenn das nicht der Fall wäre, dass es so Leute geben würde.
De vele Turks en andere buitenlandse winkeltjes zijn meerdere malen het mikpunt geweest van het Borussenfront. Pesterijen, vernielingen en bedreigingen zijn aan de orde van de dag. Bij diverse eethuisjes werd na een verloren wedstrijd van Borussia Dortmund de inventaris vernield. Onder meer uit angst voor represaillemaatregelen durven de meeste Turken niet te praten over de acties van de fanclub. 'S Avonds komen die Turken hier bijeen in dit koffiehuis dat een paar weken geleden nog werd overvallen. De Duitse eigenaresse is getrouwd met een Turkse man. Ze maakt zich ernstig zorgen over de toenemende haat en agressie tegen de buitenlanders in Dortmund. Man merkt dat het schlimmer wordt, dat de Hass groter wordt, op jeden Fall. Het is schade dat ze van de Turkse Leuten niet. Die hebben zelfs slechte ervaringen gemaakt, zijn geslagen worden, zijn aangegriffen worden. Ik weet niet waarom ze daarover niet spreken. Wie erzählen ze het? Waarom ze het ihnen niet erzählen, weet ik niet. Het is schade. Glauben ze dat ze angst hebben? Ja, natürlich haben sie Angst. Sie haben viel Angst, auch vor der Polizei. Sie haben Angst, sich zu wehren. Nicht? Wenn sie sich wehren, sie haben Angst, dass sie dann kein Recht bekommen. Nicht? Dass sie dann ihre Papiere kaputt sind, dass sie dann ausgewiesen werden. Ne? So haben sie keine Angst. Sie sind keine ängstlichen Menschen, aber die Angst vor der Polizei, ausgewiesen zu werden. Und gibt es auch Angst für das Borussenfront? Ja, auch. Wenn dann die Borussen gespielt haben, dann sind die, weiß ich nicht, wie verdreht. Ne? Gehen die in die türkischen Lokale, machen Tische kaputt, machen Fenster kaputt, greifen die Leute auch selbst an. Ziehen dann immer 20, 30 Leute ein oder zwei kommt dann natürlich nicht. Ne? Und die türkischen Leute haben dann eben Angst, sich zu wehren. Ne? Und was halten Sie davon im Allgemeinen? Ja, es ist schade. Also ich schäme mich bald, eine Deutsche zu sein. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Ich bin er trots op dat ik een Duitser ben. Deze onbescheiden trots, compleet met de Duitse adelaar, is veelvuldig te zien op de kleding van de leden van het Borussenfront. Met de vreemdelingenhaat voert ook het nationalisme hoogtij. Ik ben stolz dat ik een burger van Duitsland ben, ja? En ik meen, ik weet het niet, wat we zeggen, ik meen... Ja, Deutsch, bist du mal Deutsch? Und dann bin ich draußen, weil ich ein Deutscher bin. Kannst du verstehen, dass wenn Leute in Holland dies sehen, die sind befürchtet, dass es hier doch rassistische Tendenzen gibt? Ach, rassistische Tendenzen. Ach, ja. Wer ist denn dann kein Rassist? Ja. In erster Linie bin ich Deutscher. In erster Linie interessiert mich doch mein Volk. In de straten rond de Borsigplatz heerst woede en ongerustheid over het brutale optreden van het Borussenfront. De naam van de wijk raakt bezoedeld. En voor veel Duitsers is het een hard gelach opnieuw geconfronteerd te worden met de oude nazi-liederen. Al zijn die dan in een nieuw jasje gestoken. Ze hebben immer gezongen, die fahnen hoog, maar ze zangen immer Borussia hoog, niet? En dan hebben ze gezongen, wir fahren gegen Engeland en die lieder. Ik heb ze aus der Kochküche aus, kan ik op den Grobschmidt knuppen, niet? En dan heb ik abends schon immer zu meinem Hauswirt gesagt, dat is ook een Wirtschaft. Ik zei, waarom zingen die immer die Nazi-lieder? Nicht? Dat, wir haben es doch mitgemacht, wir wissen es doch, wie es war. Was wir mitgemacht haben in dem Krieg, das könnt ihr gar nicht verstehen. Denn als junger Mensch heute kann ich nicht verstehen, dass man darüber sprechen kann überhaupt. Nicht? Das war so schlimm, sie können das gar nicht begreifen. Sind Sie traurig? Man wurde einfach auf der Straße zusammengeschlagen, wenn man die Fahne nicht begrüßt hat. Nicht? Und das soll heute wiederkommen? Nein. Lieber wollen wir sterben, als wie sowas. Ja, in deze reportage geen mening van de Duitse politie en justitie. Deze instanties zijn bezig met een diepgaand onderzoek naar het Borussenfront. Om dit onderzoek niet in de wielen te rijden, onthoudt men zich voorlopig van commentaar. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Dortmund wilde aan ons nog wel kwijt dat over een paar weken een reeks arrestaties te verwachten is. En verder zei hij niet uit te sluiten dat het Borussenfront verboden gaat worden als zijnde een misdadige organisatie. In Achter het Nieuws is ook vandaag weer present politiek commentator Marcel van Dam. Goedenavond. Heel veel mensen bemoeien zich niet met de politiek omdat ze denken dat het te ingewikkeld is. Veel politici maken het ook ingewikkeld omdat ze op die manier meer bewegingsvrijheid krijgen. In werkelijkheid is de politiek net zo ingewikkeld als het leven bij u thuis. Naast een aantal strikt morele kwesties zijn het bijna altijd vragen over meer of minder die problemen geven. Hoe wordt het huishoudinkomen verdeeld? Wie krijgt wat? Naar welk televisieprogramma kijken we en wie beslist daarover? Met andere woorden, wie heeft de meeste invloed of macht?
Bijna altijd wordt daar een redelijk evenwicht in gevonden waar iedereen mee kan leven. Lukt dat niet, dan eindigt het in een echtscheiding of men gaat elkaar het leven zuur maken. In de buitenlandse politiek gaat het net zo. Alleen is men daarin veel kinderachtiger en koppiger. Neem nu de ontwapeningsbesprekingen tussen Amerika en de Sovjet-Unie. Beide grootmachten kunnen elkaar, en helaas ook ons, vele malen van de kaart vegen. Letterlijk. Rusland zegt, maar toch is Amerika in het voordeel, want Engeland en Frankrijk hebben raketten op ons gericht en Amerika heeft militaire bases in Europa, waar vandaan ze ons vanuit zee en uit de lucht makkelijk met raketten kunnen bestoken. Wij gaan dus SS-20's plaatsen. Wacht even, zeggen Europa en Amerika. Dan gaan wij aan jullie grens ook nieuwe raketten plaatsen. Tenzij jullie die SS-20's weer weghalen. Nee, zegt Rusland, want dan houdt Amerika die voorsprong. Wel eens, niet eens. Wel eens, niet eens. Zijn men 2 jaar lang tegen elkaar in Genève. Dat is nu afgelopen. Als het daar nu bij bleef, dan was het al erg genoeg. Want dan krijgen we er in Europa weer honderden atoomraketten bij. Maar nee, zegt Rusland, nu hebben jullie weer een voorsprong. Wij gaan dus nieuwe raketten plaatsen in Oost-Duitsland en Tsjechoslowakije. En ook op zee, vlakbij Amerika. Want dat doen jullie bij ons ook. President Reagan, die dat al lang wist, reageert nu ontsteld. Die zit nu na te denken over zijn volgende stap. En omdat de aarde al vol staat met kernwapens, zal men daar nu waarschijnlijk beginnen met de ruimte. En Rusland zal ook daar weer een antwoord op geven. De Nederlandse regering voert een beleid dat gericht is op vermindering van het aantal kernwapens. Ze zouden dus kunnen zeggen, natuurlijk in diplomatieke termen, jullie zijn gek. En wij doen niet langer mee aan dat haasje overspelen in een mijnenveld. Maar de Nederlandse regering zal straks in het kader van haar beleid het aantal kernwapens te verminderen, waarschijnlijk voorstellen nieuwe atoomraketten te plaatsen in Woensdrecht. Van dit commentaar zullen ze zeggen dat het een schandelijke, veel te simplistische voorstelling van zaken is. Dat moeten ze wel, want voorkomen moet worden dat u het ook begrijpt. Begrijpt u? In IJmuiden is een uniek visserijbedrijf dat al zo'n 80 jaar bestaat. Het is een overheidsbedrijf, maar minister Smit-Kroes en de regering hebben het plan er een particulier bedrijf van te maken. Ook al zal dat niet op verzoek zijn van de mensen die er werken. Formeel verkeert de zaak nog in een onderzoeksfase, maar de angst bestaat dat de regering de plannen zal doorzetten. Hans Polak peilde in IJmuiden de stemming. Er is duidelijk sprake van onrust, want men weet niet waar ze aan toe zijn. En dat is altijd zo in een bedrijf. Als er bepaalde dingen spelen, dat de mensen daar ongerust over zijn. En in dit geval zijn ze er zeer ongerust over. Er is onrust in IJmuiden. Onrust bij het personeel van het staatsvissershavenbedrijf. 75 personeelsleden vrezen dat het overheidsbedrijf door het Rijk overgedaan zal worden aan het bedrijfsleven. Privatiseren heet dat in het regeringsjargon. Het IJmuidense staatsbedrijf is een soort schakel tussen vissers en handelaren. Het houdt zich bezig met de afslag van vis. Het exporteert een dok en ook een scheepshelling. Op de terreinen van het SVAB zijn 240 bedrijven gevestigd die bij elkaar zo'n 2700 werknemers hebben. Wij zijn inderdaad, het wordt ons wel eens gezegd, een staatje in een staat. Wij zijn nagenoeg self-supporting. Wij betrekken de elektriciteit van het PEN, maar dat wordt dan weer door ons verder gedistribueerd. Wij voorzien zelf in de drinkwater voor het bedrijf en voor de schepen. Wij zorgen zelf voor de bestrating, voor de riolering. Wij hebben bijna alles wat er nodig is om zoiets draaiende te houden. Maar dat is zo gegroeid omdat dit vroeger een vrij afgelegen gebied was. En men moest wel, want in het verre verleden had het kleine dorp Velsen weinig behoefte aan een vissershaven hier. En toen moest men wel. Nou, het staatsvissershaven, vinden wij zelf, werkt heel goed. Het is natuurlijk een politiek stokpaardje van deze regering. En het is opgenomen in het regeerakkoord dat het geprivatiseerd moet worden.
Privatiseren, dat zou betekenen in het meest extreme geval dat dus alles beheerd zou gaan worden door een particuliere organisatie, een privéorganisatie, die neem ik aan probeert winst te maken. Ja, wat ons betreft hebben wij dan de twijfels over wat er dan overblijft van de taak van een staatsvissershavenbedrijf, waar toch een aantal aspecten aan zitten die voor een particulier misschien minder interessant zijn. En dat is dus een van de dingen waar we aan beginnen te twijfelen of dat nou allemaal wel zo nodig is. Ten meer waar dit bedrijf al 80 jaar lang goed functioneert. IJmuiden is de grootste visaanvoerhaven van Nederland. Van de 90 miljoen kilo vis die hier jaarlijks wordt aangevoerd, wordt rond 30 miljoen kilo geveild. Opbrengst 80 miljoen gulden. Zes maal pakken. Dit geheel is ontstaan omdat in de tijd het bedrijfsleven gevraagd heeft aan de overheid: bemoei je er alsjeblieft mee. Want het was hier met de vishandel toen de tijd met de particuliere afslagen één grote zwendelpartij en één grote puinhoop. Dus de overheid heeft deze taak niet naar zich toe gehaald. De overheid heeft die in de tijd opgedrongen gekregen om een beetje orde te scheppen in de chaos die er toen heerst in de vishandel. En ja, dit historisch gegroeid zijnde lijkt me de vraag of het een taak van de overheid is, denk ik een beetje overbodig, want het is gebleken dat dat moest. En ik ben bang, als de overheid zich hier helemaal uit zou terugtrekken, dat het weer één grote puinhoop zou gaan worden. Ik heb al één enkel geluid gehoord van: nou jongens, wacht maar tot het straks anders is, dan zijn we niet meer zo precies. Dat is er al. Het is niet iets waarvan u zegt, de minister die wil dat zo graag, maar er is geen enkele reden voor op dit moment. Nou, ik weet niet of die minister dat graag wil. Die minister heeft een onderzoek laten instellen waarbij dus het geheel privatiseren bovenaan gesteld wordt. Nou ja, het is bekend, dat is dus iets wat dit kabinet op allerlei gebied graag wil. En ik denk niet dat het staatsvissershavenbedrijf daar bijzonder uitgepikt is. Alleen we zijn toevallig wel een van de eerste om aan de beurt te zijn. En dat vind ik een beetje een vreemde keus voor een bedrijf wat al 80, 90 jaar goed functioneert. We hebben een optimale dienstverlening van een staatsvissershavenbedrijf. En nu dat de privatisering gaat spelen, zijn we natuurlijk zeer verontrust. Want we weten niet wat er boven ons hoofd hangt. Hoe het verder zal aflopen met die privatisering. U weet, we hebben hier in IJmuiden een vooraanstaande exportpositie die we hier opgebouwd hebben. Alles is hier gecentraliseerd wat de export betreft naar Zwitserland en andere landen. En we zouden niet graag die positie zien verliezen doordat er geprivatiseerd wordt op een wijze die geen rekening houdt met onze belangen. Wij hebben in de tijd een aanvraag ingediend voor een vissershavenbedrijf op Katwijk. En dat is afgewezen omdat IJmuiden de thuishaven zou wezen. En nu zitten we in IJmuiden. En nu willen ze dit wegwerken. Dat vind ik vreselijk. Als het in particuliere handen overgaat, wordt het toch niet weggewerkt? Nee, maar dan gaat het de ondernemer veel meer geld kosten. Je moet marktomkosten betalen, plus je moet havengeld gaan betalen. Dus u vreest gewoon dat u meer geld gaat kosten, daarom zou u daar tegen zijn? Ja, nou, de regering heeft beloofd, zogezegd, dat is voor het bedrijfsleven. Wat zouden we doen voor het bedrijfsleven in stand te houden? En nu gaan ze dit doen. Dat is het bedrijfsleven achteruit werken. Nou, is er natuurlijk wel een argument te bedenken waarom het niet in een overheidsdienst zou moeten zijn. Namelijk dat het de overheid geld kost. U werkt met verlies. Ja, dat is een argument. Maar ik denk met een bedrijf als dit, en we zien dat in deze slechte tijd ergens anders ook optreden. Veronderstel dat het nou in andere handen zou zijn en er is geld tekort, wat gebeurt er dan? Dan wordt er geklopt aan de deur van de overheid en dan wordt er gezegd: ja, overheid, u moet bijspringen en anders moeten we de haven dichtspijkeren.